We hebben in Nederland een buitengewoon mooi pensioenstelsel. Dus een mix van omslag en kapitaaldekking, waarbij de nadruk ligt op kapitaaldekking. Als we nu opnieuw naar die mix zouden kijken, dan zouden we naar een lagere kapitaaldekkingscomponent gaan en een hogere omslagcomponent. Met nadruk opnieuw, hè, dat betekent dus voor de toekomstige opbouw zouden we meer in omslag willen doen en minder in kapitaaldekking. Althans, als je de economische theorie zou volgen. Nou, beter gezegd, wat zijn de nadelen van een enorm groot kapitaaldekkingsstelsel? En het grootste nadeel is dat daardoor de volatiliteit van de kapitaalmarkten wordt overgeheveld naar het arbeidsinkomen. Dus het arbeidsinkomen is in feite een stabiele basis in de economie, maar door die enorme grote kapitaaldekkingscomponent, ja, wordt dat arbeidsinkomen steeds gevoeliger voor de volatiliteit op de kapitaalmarkten. En daardoor wordt arbeidsinkomen gevoeliger, wordt looninkomen gevoeliger, wordt dus het beschikbare loon gevoelig voor wat er gebeurt op de kapitaalmarkt. Er is veel kritiek gekomen op de plannen van het omslagstelsel, met name op de lange termijn. De meest steekhoudende kritiek vind ik wel dat het vertrouwen dat de overheid zijn lange termijn afspraken na zal komen. Dus je kunt nu wel geloven dat je een mooi omslagstelsel hebt, maar als het over 30 jaar de wereld anders is, dan zegt de overheid jammer, maar we moeten het toch aanpassen. Dus eigenlijk het vertrouwen, het gebrek aan vertrouwen in de lange termijn betrouwbaarheid van de overheid. Maar hoe kun je dat wegnemen? Dat kun je ten dele maar wegnemen. Hè. En het belangrijkste is de manier waarop je het organiseert. Mijn voorstel zou zijn om het niet te organiseren als een omslagstelsel als de AOW, maar echt als een omslagstelsel wat je opbouwt in de tweede pijler. Hè. En met een organisatie die ook los staat van de overheid. Wel door de overheid wordt gesanctioneerd, hè, door wetgeving wordt gesanctioneerd, maar georganiseerd wordt bijvoorbeeld door de collectieve sociale partners. Dan was er ook nog kritiek dat het omslagstelsel niet zou werken bij vergrijzing. Ja, dat is een heel moeilijk onderdeel, want dan ga je diep de economie in. We kennen de economie, de beroemde Aaron-conditie, die stelt dat kapitaaldekking efficiënter is, dus een beter pensioen geeft dan omslag, mits de reële rente hoger is dan de som van bevolkingsgroei en technische vooruitgang. Nou, dat is een vrij simpele relatie, het is een heel moeilijk verhaal, maar dat is het mooie, simpele resultaat. Nou, in de jaren 50 was daar ruimschoots aan voldaan. Het kapitaal was hoog en men dacht, nou, dat kapitaalrendement dat blijft wel hoog, 4% reëel. Die bevolkingsgroei neemt af, dus op termijn is kapitaaldekking altijd veel beter dan omslag. Het was het op dat moment al, maar het zou alleen maar beter worden, want dat reële rendement van 4% dat zou steeds hoger worden ten opzichte van een afnemende som van bevolkingsgroei en technische vooruitgang. Nou, ik denk dat daar de misrekening in zit. Het kapitaalrendement zelf is ook afhankelijk van vergrijzing. En we zien inmiddels dat we werken met een kapitaalrendement wat ligt tussen, nou, afhankelijk van hoeveel risico u wilt nemen, hè, tussen 0 en 1,5% reëel. Nou, dat haal je ook met omslag. Dus 1,5% haal je zonder veel risico's met een omslagstelsel. En dat haal je in de kapitaalmarkt alleen maar als je veel risico's wil nemen. En daarin zit natuurlijk een beetje een ander probleem. Het kapitaaldekkingsstelsel, men wist dat men risico's nam, maar men was overtuigd dat men de risico's kon bufferen, kon delen in een sterk collectief systeem. Nou, die mogelijkheden tot risicodeling in het collectieve systeem zijn veel kleiner geworden, waardoor het collectieve systeem steeds risicoarmer moet gaan beleggen, dus low risk. En daarmee wordt het rendement nog lager en dan komt er een omslagpunt waar omslag duidelijk efficiënter is dan kapitaaldekking.